Ja, daar is hij. Nou, echt een leuke baan bij de politie bleek deze week. Zeker als je een type bent dat graag iets met mensen wil doen. Want elke dag wordt er gemiddeld 25 keer fysiek en verbaald geweld gebruikt tegen politieagenten. Maar dan weet ik nog wel een beroepsgroep, want vorige week kwam dit naar boven. Bedreigingen en intimidatie op school. Ouders zetten leraren uit de hoogste klasse van de basisschool stevig onder druk voor een goed schooladvies voor hun kind. Ja, ouders doen alles voor een goed, lees, hoog schooladvies. Sommigen van u vonden de luizenmoeder nogal over de top. Nou, ik kan u vertellen, dat was nog een milde versie van de werkelijkheid. Als basisschooljuf krijg je steeds vaker agressieve ouders voor je als je iets doet dat de ouders niet zint. Bijvoorbeeld een kind geen VWO of HAVO-advies geven. Ja, want stel je voor dat je als ouder op een feestje moet vertellen dat jouw Julia of Boas of Sterre of Vlinder de schande over de familie heeft gebracht door naar het VMBO te moeten. Hé, natuurlijk wil je als ouders het beste voor je prinsje of prinsesje, snap ik heus. Maar waarom zou een docent je kind willen onthouden waar ze recht op heeft? U vraagt zich thuis af, komt dit nou echt vaak voor? Bedreigen door ouders? Eén vandaag ondervroeg 2200 leraren. Nou, dat resultaat dat is opvallend, want driekwart van de leraren die zegt dat ze de laatste tijd wel eens onder druk zijn gezet door ouders. Driekwart, 75%. Nou, dat vind ik een hoop. En wat doen die ouders dan? 4 op de 10 die melden verbale intimidatie. Denk aan schelden of schreeuwen. En wat schelden ze dan tegen de juf of meester? Nou, één vandaag had voorbeelden. Midden tussen ouders en kinderen wordt me toegeroepen dat ik dood moet, schrijft een docent. Gezellig, je moet dood, goed hè, maar het gaat nog veel verder. Maar liefst 10% meldt bedreiging. Dat je aan het begin van het schooljaar fijntjes wordt gemeld. Ik weet je te vinden als het geen VWO wordt. Of iemand anders, ik weet waar je woont en jij hebt ook kinderen. Ik wil nog even herhalen, deze bedreigingen zijn niet gericht aan nachtclubportiers of leden van de mokromafia. Nee, dit gaat nog steeds over leerkrachten in het basisonderwijs. Maar het blijft niet bij bedreigen. Nou, dan hebben we zelfs meldingen van fysieke intimidatie, slaan of schoppen, maar ook van vernielingen, chantage. Ja, leuk baantje, dat onderwijs. Ik wil er wel bij zeggen dat ik denk dat zeker 90% van de ouders gewoon normaal communiceert. Maar ja, het aantal conflicten met docenten en schoolleiding neemt nog steeds toe. En die 10% randebielen kan de sfeer behoorlijk verpesten op een school. En het gebeurt niet alleen op basisscholen. Uit een peiling van het Voortgezet Onderwijsraad onder 400 schoolleiders bleek dat 94% te maken had met verbaal agressieve ouders. Ik heb het zelf niet vaak meegemaakt. Een echtpaar voeterde me ooit uit tijdens de ouderavond. Jij moet gewoon beter les geven en anders moet je wat anders gaan doen. Lul! Komt even later hun kind binnenlopen. Nee, mam, dat is de verkeerde. Hij zit een lokaal verderop. En dan krijg je dus nul excuses, hè, nul van die Neandertalers. Maar vaak krijg je ook medelijden met een leerling. Een jongen die agressief en asociaal verdrag vertoonde in de klas kwam met zijn ouders, mooi dacht ik. Even zinnig praten met pa en moe. De vader kwam binnen in glimmend openstaand trainingspak met gouden kettingen en borsthaar vooruit en moeder had een pakkie vanillecheck tussen haar BH-bandje. Ze noemde hun zoon in elke zin een sukkel. Ja, sukkel. Nee, sukkel. Toen het gesprek klaar was, dacht ik, goh, dat hun kind nog zo normaal is geworden. Ja, en hoger opgeleide ouders zijn ook geen lekkertjes. Die dreigen gewoon met een rechtszaak. Ik heb zelf een vrij dikke huid, maar helaas heeft niet elke docent dat. En bijna 1 op de 5 overweegt hierdoor, vanwege die druk dus, te stoppen als leerkracht. Ja, en bedenk, we hebben er al te weinig. Maar 1 type ouders vind ik nog erger dan de agressieve, overambitieuze onderdrukzetters. En dat zijn de ouders die nooit komen. Niet op een ouderavond, niet op een infoavond, hun kind niet ophalen na een excursie en zelfs niet opkomen dagen bij een diploma-uitreiking. Want die schade haalt zo'n kind echt nooit meer in. Ook niet met een VWO-advies.